Daar de AZ-supporters en hier 200 Cambuur-supporters. En dat hadden er dus nog meer kunnen zijn, maar ja, mochten niet allemaal komen. Zij gaan ervoor zorgen dat er hier een mooie sfeer is vandaag. En hij speelt gewoon. Ferdy Druijf staat in de spits, nog gescoord in de Eredivisie. Dat is niet voor het eerst. Mocht hij vandaag scoren dat iemand dan in één weekend als het ware in beide competities scoort. Dat deed Cachera bijvoorbeeld een keer voor Jong Ajax en Ajax. Maar zeldzaam natuurlijk wel. Maar het is een aanvallende ploeg met Efjen, met Gudmundsson. Tabouni, Druijf en Aboglal voorin. Sugawara is rechtsback. Het is een aanvallende, sterke ploeg bij Jong AZ. Daar de topscorer dus van de keukenkampioendivisie met een verleden bij de Alkmaarders. Gudmundsson zat daar goed tussen. Tabouni kreeg een tikje, heeft wat last. Radman Groen krijgt er bij Muren. Muren! Ja, dat is een eerste kansje voor de man die er al 24 in heeft liggen. Radman Groen. Komt daar langs met een beetje mazzel, maar hij is er langs. Krijgt hem bij Muren en die stuit op de boer met een eerste venijnige poging van Robert Muren. Molen. Muren. Doken Schmid buitenom. Radman Groen, lekker uithaal. Daar is Doken Schmid. En de kansen zijn toch meer dan behoorlijk voor Cambuur. Qua uitslag is het allemaal wat minder sprankelend dan zeker in het begin van het seizoen ook wel het geval was. Toen er af en toe gewoon 5 keer werd gescoord in de wedstrijd. De wedstrijden echt wat makkelijker werden gewonnen, leek het. Maar de hoeveelheid kansen, ja, dat neemt eigenlijk niet af. Ze worden alleen wat minder makkelijk benut. Dan had Goudmijn die had doorzien. Efjen. Goed gedraaid. Druijf geldt hetzelfde voor. De paas is ook nog eens een keer goed op Aboglal. Er komen mensen voor het doel. Maar Schouten verdedigt. Ja, lekkere aanval van Jong AZ. Beste van de thuisploeg tot nu toe. Bal op Muren. Dat is niet gek geprobeerd weer zeg. Ja. Het is niet gek hoor. 25. We hadden die ene in Nijmegen. Je ziet hem zelf ook lachen. Ja, ik wist dat ik het kon, maar dat het met links en rechts allemaal zo makkelijk gaat. We hadden die stift. Het is echt niet te geloven hoe makkelijk hij die hele mooie doelpunten maakt nu. Er zitten intikkers en penalties bij. Dat is echt wel het geval. Maar er zit ook deze bij. Met links. Boom. Hoppakee. Binnenkantje paal. De boer geen kans. En daar is nummer 25 van het seizoen. Hij maakte er ooit ook 25 in één seizoen voor Volendam. Oh, dat man goed toch wel heel makkelijk die bal kwijt. Is dat buitenspel ergens? Nou, blijkbaar nergens. Dan is de kans. En is de redding van Stevens noodzakelijk op het harde schot. Oh, gaat de vlag toch omhoog? Wat laat. Zelfs helemaal eerder daar al. Ja, dit is toch geen VAR-situatie waarbij je de aanval door laat gaan. En als de doelpunt wordt, kan de VAR er nog naar kijken. Molen. Radman Groen. En de counter is er daarmee uitgehaald. Hoedemakers. Zo. Vrij gedaan. Op de zijlijn gepasseerd. Voorzet met rechts komt aan. Muren. Ja, natuurlijk Muren. Ja. Ja, dit is gewoon een normaal doelpunt. Laten we deze dan niet gaan overdrijven.
Er zijn spelers voor wie dit een van de mooiste van het seizoen misschien zou zijn. Maar voor Muren haalt hij de top 5 natuurlijk niet. Maar Muren gaat meteen naar Sander van der Heijden. Want het loopt niet zo lekker bij Cambuur. Maar ja, ze hebben wel een spits die de een aan de andere deen schiet. En dit is een aardig doelpunt van Muren. Het is dus hierbij officieel zijn meest productieve seizoen ooit. 26 doelpunten gemaakt. Och, die bal onderschept. Dodelijke fout normaal gesproken op het middenveld bij Jong AZ. Muren, nee. Ja, misschien te makkelijk. Had 0-3 moeten zijn. Jacobs onderschept. Krijgt de bal niet genoeg in de hoek, Muren. Druif. Oh, mooie beweging. En nog een keer kappen. En nog een keer. En klaarleggen. En dan is er raak, toch? Rebound Aboglo. Ook niet. Nog een rebound. Ook niet. Nog een rebound. Ook niet. Nog een bal. Oh, het is echt niet te geloven. Dat waren 5 kansen in 1 keer. Maar op een of andere manier gaat er geen 1 in. Uiteindelijk was Aboglo dan ook nog het dichtste bij met die bal op de paal. En aan de andere kant is Molen weg. Heeft Oradman Groen bij zich. Muren is er natuurlijk ook. Die loert alweer. Vraagt om de bal. Oradman Groen kiest voor de lopende brei. Sambissa. Molen. Schotje. Een doelpoging geen gebrek. Ook niet bij Jong AZ. Ja, Jong AZ probeert de tempo ook hoog te houden. Stevens had hier ook echt wat te doen. Dus er zou een goede aanval toch wel aardig zijn. Savastano ertussen. Nog een keer Savastano. Tabouni goed gedraaid. Druif kan meegeven. Geef mee. Daar is de kans. Maar de voorzet komt niet aan bij Oosting. Schot wellicht van Evjen, die krijgt geen tijd om te schieten. Tabouni wel, maar dat is een teleurstellende poging. De springbestendigheid wordt behoorlijk getest, hè? Molen. Daar komt Jacobs. Muren ineens, maar nu te hard. Moest snel in de wetenschap dat Rodi de Boer uit positie was. Eigenlijk weer eens een kansje ook voor Cambuur. Aboglo in de rug geduwd. Oh, blijkbaar niet. Mag door, Sambissa. Muren legt klaar. Bal naar Brij van Molen. Molen ineens. Ja. Ik denk er zijn er toch wel meer die ook nog een aardige treffer kunnen maken. Deze wel erg lekker uit de lucht. Net naast. Kan je de nummer 8 zet de ander onder druk. En de FJN lost dat zeer fraai op. Snelt dan ook langs Hoedemakers. Nou, dit is echt een kans voor AZ. Maar ja, waarom dat dan? Het is 5-4. En Evjen speelt zo slordig over. Molen kan meegeven. Wacht nog. Wacht nog steeds. Nu dan Antonia. Muren voor het doel. Jacobs voor het doel. Hier is Molen. Brij. Prima paas, Jacobs, lage voorzet, maar dat is ook achter Antonia en te hard voor de Molen en Muren die voor het doel stonden. Savastano geeft, Aboglo, dan maar eens ineens. Ja, het moest in ieder geval een keer met een doelpoging komen. Muren verlengd. Antonia, Jacobs, Brij.
Oeh, daar komt de Boer. Die moet daar niet komen. De hoek alleen te lastig. Dan moet Brij misschien nog rust bewaren. En een ploeggenoot zoeken. Ja, het was wat aanlokkelijk met dat je de keeper omspeeld hebt. Muren eruit. En voor hem komt Delano Latan. Ja, de hoogtepunten van deze wedstrijd. Daar was hij voor verantwoordelijk. Het hoogtepunt sowieso. Prachtig doelpunt. De 0-1. Molen. Antonia. Jacobs. Voorzet van Antonia. Daar is de kopbal en een geweldige redding van Rodi de Boer. Voorkomt dat Latan zijn invalbeurt nog even bekroond met een doelpunt. Brij kan nu voor de 3-0 zorgen. En Brij doet dat niet. Er is er maar eentje die mag scoren vandaag blijkbaar. Hij heeft ook nog wat kansjes gehad. Schmid, maar een schieter dan. Nou, dat scheelt niet zo gek veel. Doken Schmid, ik kan er wel om lachen. Van Muren weten we het intussen. Van Doken wat minder. Brij. Nu dan alsnog. Ja, alsnog de derde. Hij was er nadrukkelijk naar op zoek in die tweede helft. Had er de kansen voor. En hebben de Cambuur supporters ook aan hun kant nog een mooi doelpunt gezien. Want hij neemt deze natuurlijk wel lekker uit de lucht. En dat is ook meteen afgelopen. Cambuur wint met 3-0 bij Jong AZ. Cambuur blijft natuurlijk koploper. Dat was sowieso het geval. Maar heeft weer een marge van 4 punten op de Graafschap.